Welkom. Zuivelprijzen trekken opnieuw verder aan. Het begint een beetje een saai verhaal te worden, want de laatste weken zagen we de prijzen natuurlijk gestaag toenemen. En deze week zien we dat ook kaas een soort van magische grens doorbreekt. In Duitsland gaat de kaasprijs naar de bovenkant naar de 3 euro per kilo. En dat is goed nieuws, want daarmee ligt de kaasprijs duidelijk boven het niveau van 2015 en 16. 17 hebben we nog niet gehaald, maar het doel komt in ieder geval in zicht. Kijken we naar de Nederlandse zuivelnoteringen. Ook daar worden plussen genoteerd. Boter, plus van 6 euro, doet 590 euro per 100 kilo. Magere melkpoeder, een plus van 2 euro, doet 149 per 100 kilo. En hier is Nieuw-Zeeland duidelijk duurder geworden dankzij die GDT van gisteren. Dan de volle melkpoeder, plus van 5 euro, doet 277 euro per 100 kilogram. En wij een 67 euro per 100 kilo. Ziet de markt licht er vriendelijk bij en prijzen trekken alleen maar verder aan.